Ze hebben er lang op moeten wachten en hard voor moeten knokken bij de gemeente Nijmegen. Maar zondag was het dan zover. Het nieuwe kunstgrasveld bij voetbalclub Kraaienhof in Nijmegen werd feestelijk geopend. Jarenlang moesten ze het doen met een slecht grasveld, zo slecht zelf, dat het voortbestaan van de club in gevaar kwam. Vorig jaar had het kunstgrasveld er al moeten liggen, maar tot woede van de club werd het uitgesteld. Nu spreekt men vol lof over de gemeente en kon het kunstgrasveld feestelijk worden geopend. Ja, voor ons is het een zeer leuke dag dit, een feestelijke dag. In ieder geval, je ziet wat het nou allemaal is. Een supermooi park hebben we nou, wat voorheen echt slecht was. En iedereen is blij en we maken er vandaag echt een feestelijke dag van. 2:30, 2:30 gaan we hier de opening doen. Met de wethouder Jean Baboer dan. En ja, dan maken we gewoon een leuke dag van met z'n allen. Ja, want er ligt een nieuw kunstgrasveld. Dat was hard nodig, hè, voor jullie club, hè? Ja, ik denk als dit veld nou niet was gekomen, ik denk dat het misschien een jaartje was geweest, dan was het einde van Cruijff geweest. Want het ging gewoon niet meer met het veld. Wat maakt de club Kraaienhof zo bijzonder? Ja, Cruijff is een volksclub. In 1937 is Cruijff ontstaan. Zeg maar. En ja, het is gewoon een hechte club. Iedereen die hier komt bij Cruijff, bij wijze van spreken, die beschouwen ook als eigen familie, laat ik het zo zeggen. Maakt niet uit wat voor nationaliteit je hebt. Jij bent Cruijff en dat is gewoon één eenheid.